Het is zondag 28 juli. Vandaag is de laatste dag van het thuisprogramma van de Wereldjongerendagen. Ze worden gehouden hier in Delft in het Stanislaus College. Jongeren uit heel Nederland zijn gekomen om hier in verbondenheid met de paus en de jongeren in Rio samen te zijn voor geloofsgesprekken, voor catechese, voor de eucharistie, voor aanbidding en voor ontmoeting. Donderdagavond begonnen, zijn de dagen vervolgens steeds verbonden met de Wereldjongerendagen gegaan over de catecheses die ook in Rio worden gehouden. Over de hoop die in ons mag leven, de dorst naar God, over leerling zijn van Jezus en gezonden worden. En vandaag was de catechese verbonden met getuigen van je geloof als missionarissen de wereld intrekken. De jongeren zijn druk bezig met school of zijn aan het werk, maar willen ook, gedragen door hun geloof, van Jezus getuigen. Dat is niet eenvoudig, maar wel een opdracht als je gedoopt bent, als je verbonden bent met Jezus. De paus heeft gezegd dat we allereerst de ontmoeting met Jezus mogen zien als start. Zijn woord, zijn sacrament, zijn liefde voor ons mensen. Door hem gezonden worden maakt het mogelijk om ook anderen te vertellen van de Heer en zijn evangelie. Deze dagen zijn een kleine wereldjongerenbijeenkomst in verbondenheid met Rio. Ik hoop dat de jongeren die hier zijn de volgende keer ook de stap kunnen zetten om naar de wereldwijde bijeenkomst te gaan, die dan zal plaatsvinden op een andere plek. En vandaag zullen we horen waar dat is.